Breda Nu. Je weet het meteen. Wethouder Boas Adank opent de vernieuwde fietsenstalling aan de Nieuwstraat. Die is uitgebreid met 162 plaatsen. Welkom in deze mooie fietsenstalling die alleen maar weer mooier is geworden. Uitgebreid tot de wolk. Goedemorgen. Tot 900 plaatsen met nu een nieuwe aanvulling met 162. Nou, ik zal mijn fiets zo meteen als eerste in het nieuwe deel gaan zetten. En ik hoop dat die net zoveel gebruikt gaat worden als wat u hier eigenlijk ziet. Ja? Ja. Zo. De eerste fiets is gestald. Hoeveel fietsen worden er dagelijks gestald? Dat is verschillend. Dat is tussen de 300 en de 500. En waarom wordt er nu uitgebreid met 162 plaatsen? Ja, omdat de opmars eigenlijk van de elektrische fietsen en de scooters, zeg maar, dat wordt eigenlijk te veel. En ja, daarvoor worden 160 bijgezet. Omdat we 160 plaatsen hier zo verwijderen voor de elektrische fietsen. Wat kunnen mensen nog meer doen in de fietsenstalling? Fietsenvuur. Wij vuren bakfietsen, wij vuren normale fietsen, de buggies en de rollator. Waarom kiest u ervoor om uw fiets in deze fietsenstalling te zetten? Omdat het vlakbij mijn werk is. En omdat het gratis is sinds kort weer. En mijn fiets dan veilig staat. Voor de veiligheid. Dat ze me niet meenemen. Ze hebben hem al een keer hier voor een winkel gestolen. Dus hopelijk een tweede keer. En dit is vlakbij. Ik vind het heel prettig. Dank u wel. Ja. Fijne dag. Okay.